Als het goed is, komen we nu uit. In... Oh! Wow! Hallo mensen, welkom bij Hardcore Survival. Ik heb goed nieuws in Hardcore Survival. Want Minecraft 1.18 is nu officieel uit. De eerste afleveringen waren namelijk allemaal opgenomen op de pre-release. En dat betekent dat wij nu shaders hebben. Kijk eens aan hoe mooi het is. Tenminste, het is nu niet zo heel mooi omdat het natuurlijk regent. Ik weet niet of het nacht is. Dat is ook heel moeilijk te zeggen. Maar wat we vandaag gaan doen. Uh, is niet heel ingewikkeld. Tenminste, het begin is misschien een beetje ingewikkeld. Ik wil eventjes wat dingen fixen. Een uh, paar huishoudelijke klussen misschien. Slash een beetje bouwen hier uh, in deze basis. Beginnende met de nether portal. Want uh, de nether portal is... Even kijken. Ik moet het dan eventjes laten zien. Die is best wel ver eigenlijk van onze basis. En dat is gewoon heel onhandig. Want we hadden de nether portal eigenlijk gewoon random geplaatst. We wisten niet waar we uit zouden komen. En gelukkig kwamen we hier uit... Maar om de hele tijd dit stukje hier naartoe te vliegen, is gewoon niet zo heel erg handig. Dus, wat hebben we nodig? Uh, ten eerste obsidian. En daarna gaan we gewoon... Oeh, heel hard vliegen. Daarna gaan we gewoon op nieuwe coördinaten een nieuwe portal bouwen in de nether. Zodat we precies bij de basis uitkomen. Dat was het idee. En ik dacht, hé, hey, de makkelijkste manier om eventjes lava te gaan halen, was in die cave die we hadden gezien. Dus... Oh! Nee, joh! Ben ik nu al dood? Wat?! Hoe? Hoe dan? Ik, ik was... Ik ben letterlijk doodgaan door fall zojuist. Serieus? Oh my god. Het, het was gewoon... Het was klaar? Het was gewoon klaar. Oké, okay, ik had dat niet door dat dat zo snel ging. op een of andere manier. Ik weet niet hoe dat is gebeurd. Maar ik schrik me wel dood. Ik ga meteen eventjes mijn backup totem pakken. Wow. Oké, okay, ik, ik ben echt... Ik had dat niet verwacht. Ik had dat niet door. Oké, okay, waar is die backup totem die ik had... Hij lag hier ergens. Ja, dank je. Oh, nou, gelukkig dat ik die totem heb. <laughs> Anders was de serie gewoon voorbij. Hé? Huh? Oh, dat is zo'n raar idee. Het had gewoon klaar kunnen zijn op zo'n willekeurig moment. Oké, okay, ja, uh, weet je wat? We gaan nu gewoon letterlijk in het water duiken. Wat een goed idee, Duncan. In plaats van ernaast landen. Oh, word ik nou aangevallen door... Ik hoor iets. Hallo? Oh, hé, hey, kijk, er zit een guy met een trident hier. Kunnen we dan een nieuwe trident fixen, wellicht? Of misschien was hij wel de reden dat we dood gingen? Nee, helaas, geen trident. Oké, okay, dus. Uh, we kunnen hier denk ik wel even ergens landen. En eventjes die cave opnieuw opzoeken. En dan gaan we gewoon verder waar we gebleven waren, denk ik. En ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe zo'n cave eruit ziet. Met shaders aan. Want kijk nou, oeh, Het is wel een stuk enger nu, moet ik wel zeggen. Vooral die lava daar, die gloeit nu echt. En we willen natuurlijk ook niet doodgaan door. Weet ik het wat er allemaal kan komen? Misschien creepers die ons van boven bespringen. Het is wel heel eng en donker hier. Oké, okay, goed. We maken het eventjes uh, wat meer lava dan dat het al was. Zet eventjes hier nog wat dingen neer. En dan gaan we het gewoon minen. In de hoop dat we niet doodgaan. En ik zet wel even mijn shaders uit. Want als er nu een creeper op mijn hoofd landt. dan ben ik helemaal klaar. <laughs> nou, ik ben uh, net wakker. Het is uh, eigenlijk vroegmiddag wanneer ik dit opneem. En uh, misschien is het ook wel te merken gewoon. Ik, ik heb echt in tijden niet meer gehad dat ik zo niet scherp Minecraft ging spelen. Ik schaam me gewoon. Gewoon echt oprecht dat ik nu al, zeg maar, dood ben gegaan. Ik, ik vind het raar. Ik keur het niet goed, zeg maar. Dat is uh, dat sowieso. Even kijken. We moeten hier eventjes uitvliegen. Laten we eventjes de veilige route pakken. Yeah, no risk. Heel goed. Oké. Okay. En dan gaan we nu gewoon lekker naar huis en een nieuwe portal bouwen. Zie je daar de oude portal? Uh, dit zou de nieuwe portal moeten zijn. Uh, denk ik de nieuwe coördinator voor de nieuwe portal? Ik hoop dat ik ze hier goed heb. Ik ben alleen volgens mij Flint en Steel vergeten. Ja, die ga ik even halen. Ik moest helemaal een nieuwe Flint en Steel gaan maken, want ik had helemaal geen Flint. Verschrikkelijk. Maar goed, als het goed is, komen we nu uit. In... Oh! Wow! Wow! Oh! Rustig, 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 rustig. Oh shit. Hè? Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, bij een spawner. <laughs> ik wilde meteen eventjes alles licht geven, want ik ben echt bang. Maar ik ben ook bij mijn basis. Waar, waar ben ik dan? Hallo? Name tag. Oké. Okay. Oeh, hé, hey, een North Chapel. Nice. Een bucket. Oké. Okay. Dit is een skeleton spanner. Yo, dat is super nice. We hebben nog helemaal geen skeleton spawners gehad. En oprecht, op dat is denk ik ook de meest gunstige spawner, want. Bone meal? Gewoon infinite. Dat hoef ik ook niet meer te halen. Heel relaxed. Maar het was niet helemaal mijn plan om dit hier te halen. Kan ik hier dan uitkomen ergens? Kijk, hoe hoog zijn we? 119. Ja, dan zijn we bijna boven. Even moven. Dan kan ik eventjes veilig, zeg maar, hier doorheen. Dankjewel. Ja, hier ben ik gewoon geweest. Oh! Yo, hier is me. Mijn... Nou, nah, wat raar. Oké, okay, maar dan moet ik dus mijn portal gaan verplaatsen aan. Deze kant. En dan zou die weer terug moeten kunnen. Waar was het nou? Ik ben hier ook gewoon echt vlakbij geweest. Hè, en ik heb deze, uh, deze spawner gewoon niet gezien. Maar dat komt dus sowieso door die barrière van uh, dripstones. Maar goed, hé, hey, weet je, leuk. Als het goed is, kan ik uh, de portal opnieuw bouwen op een andere i-coördinaat. Op dezelfde coördinaten. En dan zou het goed moeten komen met het connecten. Ik hoop vooral gewoon dat de skeletons niet spawnen. Dan kunnen we hier ook gewoon een goede farm van maken. Want dit zit dus letterlijk. Onder mijn base, vlakbij mijn beacon. Dus ik denk dat we dan heel makkelijk een hele zieke spanner eventjes kunnen fixen. Maar eigenlijk, ik, ik heb hem ook helemaal scheef geplaatst. Ik wilde hem hier hebben, de, de portal. Maar is dat dan. Volgens mij is dat helemaal niet accuraat met wat ik heb uitgerekend. Maar goed, ik denk dat we dat nog wel kunnen fixen. Zo. Uh, pff, het is een beetje lang. Maar ik denk niet dat mensen dat erg vinden. Even kijken. Als we hier nou ingaan, komen we dan in de maden nether uit? Of boven de nether roof? Boven de nether roof. Oké, okay, top. Dat is fijn, want dan hebben we gewoon nu een, uh, een fatsoenlijke portal. Als het goed is. Hij zou hier gewoon nu nog weer moeten... Ja, nice. Oké, okay. dat was taak 1. Duurde al langer dan verwacht. Ik heb nu al meer... Drempels uh, tegengekomen. Dan ik ooit had kunnen bedenken. Verder wilde ik dus heel graag. Even heel veel stone walls maken. Heb ik een stonecutter bij me? Volgens mij niet. Stonecutter, juist. Kijk eens aan. Dan uh, plaatsen we die eventjes. En dan maken we hier eventjes heel veel walls van. Hoeveel lanterns hebben we? Drie. Dat is ook best wel terug. Oh, dan zou ik misschien eventjes uh, heen en weer naar de villagers moeten. Nou, hoewel, we hebben best wel wat iron. Ik, uh, ik offer wel gewoon wat iron op. Ik vind het geen probleem. Want uiteraard, al willen we deze omgeving beveiligen. Gaan we ook weer eventjes de shaders aan. Oh, 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 kijk nou. Wat lekker. Wat mooi. Uh, al willen we alles beveiligen, moeten we natuurlijk wel eventjes. Gewoon heel wat lanterns neerzetten. En natuurlijk nu ook met light level 0, wat een ding is: waar monsters pas op spannen, kunnen we ze ook gewoon lekker verspreiden. Dus ik ga gewoon heel veel lanterns uh, een beetje, best wel ruim verspreid, overal neerzetten. Gewoon zodat ik me wat veiliger kan voelen en ook wat meer overzicht heb in de vallei. Want ik heb nu nog wel elke nacht, elke keer als ik probeer te slapen, dan verlies ik gewoon het overzicht. Dan weet ik niet zeker van, oh, zijn er creepers bij mij in de buurt die eventueel in mijn gezicht kunnen exploderen? En met die angst kan je dan toch uh, niet ergens even rustig wonen. Dus uh, dit is eventjes mijn klusje. En daarnaast wilde ik dus ook nog eventjes een meertje gaan maken hier. En natuurlijk staat die beacon daar. Maar ik denk dat we dus best wel mooi uh, die beacon in dat water kunnen hebben staan. En anders dan verplaatsen we hem. Oh, het wordt nu trouwens al best wel donker hier. Ja, dat is natuurlijk ook een ding met een vallei. Omdat de bergen zo hoog zijn eromheen, wordt de, de zon natuurlijk al best wel vroeg en snel geblokkeerd. Dus dat is wel vervelend, maar op zich niet heel erg. En nu het donker is, kunnen we trouwens ook beter zien hoeveel effect het nou heeft, die uh, lanterns. In principe het sneeuw hoeven we niet onder het licht te zetten. Dat lijkt me niet per se nodig. Maar uh, het is nu wel, we kunnen nu al goed checken van oké, okay, zo ver verspreid zijn ze. En waar hebben we nog wat extra licht nodig? Oké, okay, als we gaan kijken naar spawnproofing, dan lijkt alles nu een beetje in het midden te spawnen. Wat logisch is, want daar is natuurlijk het minste licht. Maar dat betekent dus wel dat het in de omgeving gewoon werkt. E e en dood. Oh nee! Nee, niet! Ah, oh, kom op. Serieus! Ik miste mijn pijl. <laughs> Zie je, ik ben vandaag niet helemaal scherp. Misschien is het ook niet de beste dag voor mij dan om Minecraft te gaan te spelen. Aan de andere kant, jullie willen ook gewoon een filmpje en dan heb je gewoon eventjes die extra spanning. Gewoon elke keer als er iets engst komt, normaal denken mensen ah oh, die Duncan is zo goed in Minecraft, ik vertrouw erop dat hij dit heeft. En nu zit je toch een beetje met de schuin hoofd te kijken van mm, zou die het deze keer wel hebben? Ik moet ook trouwens nog steeds eventjes hier um, onder onder mijn basis goed gaan kijken wat voor caves we hebben, want ik heb wel deze dripstones. Hier heb ik gecheckt. Dit is trouwens. Ja, ik ga dat gewoon meteen even laten zien. Tenminste, ik ga eerst even slapen en daarna ga ik het laten zien. Is dat een maansverduistering? Wow, oké, okay, cool. Ik weet niet wat dat betekent. Verder voor Minecraft zelf, maar gaaf. Zo, dit is wel eventjes wat prettiger slapen. Maar uh, ja, ik wilde het even laten zien. Die cave. Oh, het is zo mooi. Oké, ja, ja, ja. Nee, ik heb deze cave al in een livestream gecheckt. Ik voel me dus ook al best wel veilig om hier doorheen te lopen. Behalve die stalactieten die, uh, zeg maar, op mijn hoofd kunnen vallen. Maar dit is dus echt gewoon een doorgang. Ik, ik wilde zelf misschien al een tunnel gaan graven naar de andere kant van de berg, maar blijkbaar is die tunnel er al, want hier kom je gewoon uit in uh, een heel ander gebied. En dat vind ik wel heel gaaf dat dat gewoon een ding is. Dus je hoeft niet altijd eroverheen te vliegen. Natuurlijk doen we dat standaard wel, en ik denk dat we ook nog wel een andere betere tunnel willen graven. Maar hey, weet je, de tunnel was er al een klein beetje, dus misschien kunnen we het gebruiken. Goed, tot zover uh, de lanterns plaatsen. Ik wil nu dus eventjes gaan kijken voor dat water. Daarvoor hebben we natuurlijk een tweede bucket nodig. En allerlei blokken waarmee we wat lager kunnen maken. En dan kunnen we daar water op zetten. Mr. Water Source, ik moet u even lenen. Dank u wel. Dan gaan we eventjes he helemaal naar beneden. En ik denk dat ik het water niet heel hoog wil hebben. Ik denk dat ik of voor twee of voor drie lagen ga. Ik denk misschien drie is het mooist. Dus dan willen we even kijken hierop willen we dan water gaan leggen en dat wordt een grote klus. Daarvoor moet ik een groot platform bouwen. Dus daarom heb ik ook mijn klei meegenomen en sandstone gewoon blokken die ik makkelijk uh, kan weghalen, zodat ik zometeen als ik het water hierop heb geplaatst dat ik het kan weghalen en dat het dan allemaal uh, vol stroomt zeg maar. Maar je wilt het echt niet met cobblestone doen, want dan ben je heel lang bezig met het weer weghalen. Dit zijn trouwens wel echt de momenten waarin ik denk van oh, man. Had ik mijn replay mod nog maar. Want die is nog niet geüpdate naar 1.18 helaas. Want dan had ik gewoon heel makkelijk hier een mooie cinematic van kunnen maken. En jullie nog een beetje entertainment kunnen geven. Want ik vind het oprecht heel leuk om die cinematics te maken. Ik vind ook dat ze er uh, zelf heel satisfying uitzien. Al doe ik het een beetje goed. Maar of ik moet er nu zo'n speedcut van maken. Dat je zo... Zo zeg maar alles gaat doen. Maar dat is heel veel werk. Of ik moet het er gewoon in één keer uitknippen. Zoals Dit. <laughs> Opeens is alles vol. Uh, ik, ik heb het alleen nog niet helemaal vol gekregen. Want we hebben eigenlijk te weinig dirt. En ik heb ook in mijn oude basis geen dirt meer. Want ik heb al dirt gehaald bij mijn oude basis. Dus wat we nu gaan doen. Is eventjes uh, een water source maken. Ik had ook mijn shaders uitzetten? Want dat was toch even wat makkelijker. Want kijk, nu kan ik niet heel goed zien wat water source blokken zijn. Maar nu wel. En wat we dan gewoon eventjes gaan doen. Is gewoon eventjes dit helemaal opvullen. Totdat het overstroomt. Oh jee, het begint ook een beetje te laggen, zelfs. Want er is zoveel water aan de gang. Zo, als het goed is. Zodra we hier genoeg water sources kunnen krijgen, zou het helemaal vol moeten stromen. Oh, oh. Loopt hij helemaal vol? Dat gaan we nu zien. Even kijken als ik hem hier plaats. Misschien dat hij dan helemaal vol loopt. Eh, uh, ja. Zo goed als. We zijn er echt, echt heel erg bijna. Ja. Check. Ja. Ik hoor geen water meer stromen. Oké. Okay. Het meer is af. Hij is veel groter dan ik had verwacht. Moet ik toch wel eventjes zeggen. Uh, laten we eventjes heel even omhoog vliegen. Zodat we het gewoon eventjes van boven kunnen bekijken. Dat had trouwens zonder vuurwerk gekund. Uh, oh ja, ik heb mijn render distance heel laag staan. Ja, ik weet niet wat het was. Maar ik had uh, echt heel veel lag door het water eigenlijk. En dat was niet heel prettig. Even kijken. Oeh, 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 oeh. Nice. Oké, okay. als je dit water... Mooier zou aankleden. Dan denk ik dat het heel mooi kan worden. Dus dat betekent uh, een beetje zand eromheen, zodat het wat meer strandachtig is. Uh, misschien wat stenen. Uh, dit is gewoon letterlijk de basis van alles. Maar ik dacht wel: er mist iets en het is water. Bedankt dat ik je even mocht lenen op Bokkie, Hier neem je plek terug. En als het goed is, stroomt hij dan weer prachtig. Ah, ja, kijk. En dan het einde is daar. Als het goed is, ja, precies. Dit is exact hetzelfde pad als eerder, volgens mij. Ik hoor trouwens een zombie hieronder. Oh, ja, oké. Okay. Uh, die spannen hier nu. Ja, ik moet dus wel eventjes al die blokken gaan weghalen hierboven. Anders, um, ja, dan hebben we echt heel veel mop zometeen. Yo, serieus? Deze guys, echt waar. Heb ik nou. Uh, mijn hemel, ik dacht eindelijk veilig te zijn, hè? Van al die stomme wezens hier met mijn licht. En dan komen de pillagers, uiteraard. Wat een verrassing. Wacht eens even. Is dit, is dit een pad naar de spawner? Volgens mij wel. Oh, lachen. Ja, yeah. wat gaan we doen? Gaan we hem killen? Ik bedoel, ik heb geen koeien, dus ik kan geen melk drinken. Maar ik heb ook geen village hier, dus ik kan ze gewoon killen. Sowieso deze guys. Het gaat nu echt om, om die guy met de vlag. Die is het uh, belangrijkste in dit punt. Waar is de guy met de vlag? Überhaupt. Waar, waarom was hij weg? Van zijn. Uh, van zijn roedel. Hè? Oké, okay, nou ja, weet je wat? Als die guy besluit te verdwijnen, vind ik helemaal geen probleem. Dan ga ik gewoon weer verder met waar ik mee bezig was. Oh, dit voelt wel goed. Om alle spullen eventjes lekker te dumpen. En dan om zo meteen achterom te kijken. En te kijken naar. Uh, uh, dit. Oh, En het is al niet eens. Het is een one af, eigenlijk. Maar het is al een, uh, een heel groot begin. Ik wilde hier gewoon omheen uh, van alles gaan bouwen. Dat was een beetje het idee. Gewoon eventjes een soort dorpje slash whatever wat we hier omheen willen gaan bouwen. Misschien is toch wel storage weer uh, een goed begin om uh, te maken. Aangezien we nu al... Ik, ik zit echt in alles te kijken. Van, oh ja, wat zit hier ook weer in? Wat zit hier in? Er zit geen organisatie in. Ik heb blijkbaar best wel wat zand. Kom je dan nu ook meteen achter, weet je wel? Maar nou, met horse is echt wel huge. Als we nog een mooie paardenstap willen gaan maken, wellicht. Uh, ik heb natuurlijk ook alle mosdingen meegenomen. Voor het geval dat. Maar bijvoorbeeld leaves hebben we gewoon allemaal niet meer. Laten we dat leaves probleem eventjes fixen door deze Azidia tree te plaatsen en dan met verkaal te scheren met deze hole. Als het goed is krijgen we dan Oh, je krijgt de blokken niet. Oh, want er zit fortune op natuurlijk. Whoeps. En dan wil ik nog eventjes een paar kleine dingetjes gaan doen eromheen uh, om eventjes wat zand neer te leggen en dat soort dingen. Gewoon omdat het dan wat mooier wordt. Kijk. Dit is wel eventjes een stukje beter. Het is letterlijk maar één kant. En het stelt nog niet heel veel voor. Maar gewoon een klein beetje zand erbij kan wonderen doen. En dat moeten we dan gewoon even een paar keer herhalen. En ik doe het ook vooral op de wat, uh, wat meer zachte hoeken, zeg maar. Dus je hebt hier wat, dat het wat steiler gaat. Daar doe ik het dan wat minder. Ik denk dat ik daar eerder steen en gravel ga gebruiken. En dan hier juist uh, een beetje strandjes maken. Ben je klaar voor strandje 2? Ik wel. Kijk eens aan. Oh, regen. Nice. Ja, dan kunnen we natuurlijk weer kaart op ons bek gaan en doodgaan. Ja. Uh, twee strandjes. Twee stukken zand toegevoegd aan het kleine plasje. Meertje, zoals ik het graag wil noemen. Er moet nog heel veel aan gebeuren. Ik wil eigenlijk uh, deze beacon een soort van inbouwen. Met ook uh, misschien een soort eilandje tussenin. En dan wat boompjes eromheen. Weet ik het wat. Uh, er zijn nog heel veel leuke details die ik kan doen. Ik heb deze stenen niet eens gebruikt. De leaves heb ik niet eens gebruikt de drip leaves die ik uiteraard wil gaan gebruiken. Er, er zijn nog zoveel dingen om te doen, maar ook nu vooral met de replay mod die het nog niet helemaal doet, vind ik het gewoon heel moeilijk om eventjes aan jullie gewoon het proces te laten zien. En ik wil jullie graag meenemen in het proces en de mods die laten dat gewoon nog niet eventjes toe. Dus vandaar dat ik het nu gewoon eventjes nog in kleine stapjes doe. maar tegelijkertijd zit ik ook natuurlijk zo van ah oh man, maar het is nu eindelijk uit, de hele wereld is er, de omgeving is zo mooi, we hebben nu natuurlijk ook al bij. ik word zo enthousiast, dus daarom maak ik de video's ook nu al. hier willen we nog eventjes wat extra actie zien hier, baam, bam. vlieg, vlieg nog sneller, Miau. oh wacht, we moeten wel even superspeed gaan, maar we hebben nu sneeuw. want dat krijg je ook vanaf een bepaalde hoogte krijg je alleen maar sneeuw. kijk, nou hoe hard we gaan. Ik moet wel even zorgen dat mijn durability goed blijft. Oh mijn god. Maar de render distance is dus ook zo ver. Uh, ja, we kunnen ook nog deze villagers trouwens gaan redden. Dat is ook nog een plan. Maar goed, we gaan nu even snel naar huis. Miau. There you go. En nu kunnen we ook gewoon veilig in het water landen zonder fall damage te nemen. En dan. Nog eventjes het laatste stukje snel naar huis vliegen. Allright. Ja, ik ga hem hier wel eindigen. Volgens mij begonnen we met regen. En eindigen we nu met regen. Dus uh, dat is wel een beetje droevig. Maar hé, hey, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je dat leuk vond, doe dan natuurlijk een duimpje omhoog. Abonneer voor meer Minecraft. En dan zie ik je hopelijk bij de volgende video. Tot de volgende keer. Peace out.